Een vraag die ik via Facebook kreeg van Marcel. Wat zouden de overwegingen moeten zijn als ik extra ga aflossen? Waar moet ik op letten? Belangrijk is om te checken wat je in de komende 2 jaar bijvoorbeeld aan extra uitgaven nog moet doen. Grote uitgaven. Dus bijvoorbeeld een auto die ik over 1 jaar wil kopen die wel wat 10.000 euro kost. Of de keuken die nog verbouwd moet worden. Dus kijk voor jezelf wat voor grote uitgaven je nog hebt in de komende, nou, laten we zeggen, 2 jaar. Andere iets is voor jezelf bepalen wat jij een prettige financiële buffer vindt. En als je dat niet weet, zou je dat kunnen berekenen op bijvoorbeeld de website Nibe.nl. Voor de ene is dat bijvoorbeeld, als je alleenstaand bent, 5.000 euro. Heb je een groot gezin, dan is het misschien wel 10.000 euro. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, Thierry, ik voel me prettig bij een financiële buffer van 20.000 euro. Kijk voor jezelf wat jij prettig vindt. Dus grote uitgaven, bepalen dat voor jezelf en wat voor financiële buffer je prettig vindt. En dan zou je kunnen overwegen om extra af te lossen. Check bij de bank wat de eventuele boete zou kunnen zijn. Maar bij alle banken is het minstens 10% wat je boetevrij mag aflossen. En bij heel veel banken is dat zelfs meer. Dus dan moet je wel aardig wat extra geld hebben voordat je dan aan zo'n boete vast zit. Als jullie nog meer vragen hebben, laat me dat dan weten via het commentaar onder dit filmpje. Check ook de website startershypotheekcoach.nl voor meer informatie. Ik heb ook gratis producten gemaakt, bijvoorbeeld checklisten, wegwijzers. Dus als jullie die willen downloaden, check de website. Ik zie jullie graag bij de volgende video.